Miljarden zijn er gestoken in de zogenaamde vogelaarwijken. Maar uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat al dat geld er niet toe heeft geleid dat de achterstandsbuurten het beter doen dan andere wijken. Volgens Henk Veen en Freda Verburg uit de Amsterdamse Molenwijk komt dat doordat de maatregelen van bovenaf worden opgelegd. Zij bedachten voor hun buurt een project dat niets kost en de veiligheid aanzienlijk heeft vergroot. Henk en Freda wonen al jarenlang met heel veel plezier in de Molenwijk in Amsterdam-Noord. Een typische flattenwijk uit de jaren 70. Zo'n 4,5 jaar geleden merkte hij toch wel dat de wijk begon te verpauperen. Dus inbraken, overvallen, straatroven, autobranden, auto's gestolen, het slopen van alles en nog wat. Nou, dat wil niemand natuurlijk. Die willen hier wel gewoon veilig rond kunnen lopen, vooral het veilig gevoel hebben. En dat je de criminaliteit die toch wel wat opkwam, de koppen in weet te drukken. Nou, dat hebben we dus gedaan door samen een sms-alert op te zetten. Met een paar honderd bewoners houden ze hun ogen en oren open. Als er wat is, sturen ze elkaar een sms-alert en informeren ze de politie. Simpel, effectief en vooral goedkoop. Bij onze buurtrechts zijn we van het duurste wat een hele sms-alert kost, is de jaarlijkse barbecue. De pakkans is nu zo groot dat dieven geen kans meer krijgen. Dat bleek toen onlangs iemand bij het winkelcentrum een fiets had gestolen. Ja, er is een fiets gestolen van een oudere dame. En door een persoon uit de buurt hier vandaan. Vervolgens krijgt ze degene toch wel de kriebels omdat hij de ogen en de oren op zich gericht voelen. En heeft de fiets naar de mevrouw teruggebracht. Henk en Freda wonnen al meerdere prijzen voor hun initiatief. Ze begrijpen wel dat de aanpak van de vogelaarwijken niet zo succesvol is als hun project. Die vogelaarwijken, er zijn mensen die hebben er heel erg voor op gestudeerd en alles en nog wat. En denken, hoe pakken we dat aan? En dan ga je het aanpakken, maar als de buurt niet meewerkt. Iedereen gaat daar gewoon wonen en werkt niet met elkaar, leeft niet met elkaar en praat niet met elkaar. Dan kunnen we nog zo'n project opzetten wat je wilt, maar dat werkt dan niet.